Van Wisse komt weer in actie. Hij zal zijn wereldtitel voor de derde keer verdedigen. Tegenover hem staat een oud-bekende, de Braziliaan César Almeida, een vechter tegen wie hij in december 2019 uitkwam. Ik heb al eerder tegen hem gevochten natuurlijk. Het was een close fight. Ik heb hem wel in de eerste ronde acht tellen gegeven. Hij is gegroeid in de afgelopen 3 jaar. Ik ben gegroeid in de afgelopen 3 jaar. Ik ben nu de kampioen van de divisie. Hij is nu de number one contender. Dus ik zie dat hij fysiek, technisch vooruit is gekomen. Dus, ja, het wordt een heel interessant gevecht eigenlijk. Als het op punten eindigt, wordt het een heel technisch gevecht op hoog niveau. En als het eerder eindigt, ook technisch. Maar dan met een mooie knock-out, denk ik. Ik verwacht een heel spannend gevecht. Ze zijn beide best wel aan elkaar opgewaagd. Omdat bij de eerste ontmoeting had ik al gezien dat Almeida best een technische vechter is. Dus het wordt sowieso een technisch gevecht. En het gaat eigenlijk op neerkomen op wie het slimst kan vechten. Don is sowieso een denkende vechter, hij is een technische vechter. Als je kijkt naar zijn knockouts en zijn knockdowns, dan zie je dat het gecalculeerd is. Dus ik verwacht sowieso dat het van zijn zijde al daar is. We gaan het ook aanscherpen en dan moet dat voldoende zijn voor de winst. Wisse won het eerste gevecht op punten. Gelijk na deze partij van Almeida mocht Donovan Wisse vechten voor de wereldtitel. Ook de Braziliaan is actief gebleven. Hij heeft 1 no-contest gehad en vervolgens heeft hij een winstpartij gehad vorig jaar oktober. Donovan kent zijn tegenstander goed en verwacht een leuke partij. Hij is natuurlijk een jongen met heel veel ervaring. Dat had hij toen al, dus heeft hij nu nog meer. Want volgens mij in de COVID-periode heeft hij gewoon in Brazilië kunnen draaien. Dus... Wat ik zo net al zei, is een jongen die verbeterd is. Hij heeft aan zichzelf gewerkt qua kracht, techniek en zijn ervaring speelt een hele grote rol in zijn stijl natuurlijk. Dus is zeker een jongen om niet te onderschatten. Ik onderschat hem zeker niet. Dus op 11 februari ben ik voorbereid op alles wat hij gaat doen. 11 februari, de grote dag dus, waarbij een Surinamer voor de tweede keer de wereldtitel verdedigt. We hebben een aantal succesvolle sporters gehad op wereldniveau. Maar wat Donovan toch erg uniek maakt, is dat deze wereldkampioen in Suriname traint. En het grootste gedeelte van zijn voorbereiding doet hij gewoon in ons eigen land. Dat is veelzeggend. Ik ben heel trots daarop eigenlijk. Ik ben gewoon thuis. Hier train ik het lekkerst, het fijnst. Ik ben met mijn vrienden om me heen. Mijn trainer die uit Suriname zelf is mijn hoofdtrainer. Ik voel me gewoon thuis en het voelt gewoon lekker aan. Zo train ik het best eigenlijk. Ja. Hoe uitdagend is het? Niet zo echt. Het is natuurlijk ook veel makkelijker. De afstanden zijn hier niet zo lang. In Nederland moet ik een uur, 3 kwartier rijden om naar de training toe te gaan. Hier is het 1 kwartier, 20 minuten. En ben ik op de training. En dan trainen we gewoon keihard met het klimaat en alles soort dingen. Dus het pakt gewoon goed uit. Denk je dat daar verandering in gaat komen in de toekomst? Dat ik in Nederland mijn trainingskampen ga doen? Ik denk het niet. Ik reis ver van tevoren af naar Nederland. 3 weken, 4 weken van tevoren om het trainingskamp daar af te ronden met het team daar. Kickboxen Veles en Fighting Talents. Dus voor nu is het gewoon goed. Eigenlijk 2 maanden hier voor een goede voorbereiding. En de laatste maandje daar, 3 weken daar. Dan is het gewoon top. Dus wat Surinamers staan zich misschien niet erbij stil. Weet je, wij zijn al vanaf COVID daar. Dus voor mij is het eigenlijk orde van de dag, zeg maar. Ik ontmoet wel vaker mensen die bezig zijn met sporten en zich afvragen hoe wij het doen. Maar ik ga ervan uit, als we die kennis hebben, we zijn geregeld in Nederland, we zien ook wat er daar gebeurt. Als we die kennis hebben en we hebben die faciliteiten, dan het enige wat we nog nodig hebben is discipline. En als die 3 dingen er zijn, dan moet het wel kunnen, toch? Het moet wel kunnen. Waarom zou het niet kunnen? Waarom niet? Ja? Los van het feit dat Donovan in Suriname traint, heeft hij ook een Surinaamse trainer. Jervin Watson is al heel lang de man achter Wisse. Een perfect voorbeeld dat wij Surinamers het kunnen. Een wereldkampioen die woont in Suriname, die getraind wordt door een Surinamer. Mijn trainer, een tijdje toen ik in Nederland woonde, was hij er niet. Pas als ik in Suriname was, natuurlijk trainde ik met hem. Nu is hij mijn hoofdtrainer. Wat ik altijd eigenlijk had gewild, maar de mogelijkheden waren er niet.
Dus dat hij nu in mijn hoek staat, in de eerste titelgevecht was hij er, bij de tweede niet, qua visumproblemen. Dus eindelijk hebben we een hele goede band al jaren. Dus hij kent me door en door. Hij weet wat ik moet doen. Als ik aan het klagen ben, dan pusht hij me er doorheen. Dus hij is een hele goede asset in mijn trainingskamp eigenlijk. Wat maakt hem zo'n goede trainer? Omdat hij me kent. Hij weet, als ik wil stoppen, dan weet toch, moet ik niet zeiken, dan moet ik gewoon doorgaan. Dat eigenlijk. Maar qua mentaliteit en de manier waarop hij het ziet, zo zie ik het ook. Qua trainen en gevechten. Dus het is een hele goede trainer, top trainer voor mij. Wat betekent Donovan Wisse in jouw leven? Ik bedoel, ik ga dit niet altijd. Ja, kijk, ik ken Don vanaf hij 10 is, dus het is voor mij wel, hoe moet ik het zeggen? Ik zie hem eigenlijk als een zoon, zo moet je het zien. Ik heb hem zien groeien, ik heb hem beter zien worden totdat ik hem zelf ben vertrokken bij onze oude sportschool. En ik ben mijn eigen ding begonnen. Heeft hij gezegd van, hebben zijn ouders me gevraagd van, we zijn ook weg. Wil je Don niet voor ons trainen? Dat was het Don en zijn broer. Ik heb erover nagedacht en ik heb toen besloten om het wel te doen. En om te zien hoe gezegend we zijn, hoe gezegend het proces verlopen is, dan mag ik wel trots zijn op mijn beslissing en trots zijn op hem. Kijk, het is chemistry. Het een moet kunnen met het ander, want anders kan je niet van elkaar leren. Dus hij heeft zichzelf opengesteld om van mij iets te leren. En ik heb hem gegeven van wat hij wilde leren. En daarvan hebben we zo'n soort mix gemaakt. En het heeft gewerkt. Weet je? Het heeft prestaties opgeleverd, niet alleen voor hem, niet voor mij, maar ook voor Suriname. Suriname versus Brazilië dus, voor de middleweight belt bij Glory. Donovan is de kampioen en 11 februari is de datum. Sowieso als kampioen is elk gevecht voor jou belangrijk. Don heeft gezegd dat hij zijn titel 6-7 keer wil verdedigen. Hij wil het beter doen dan zijn voorganger, dat is Alex Pereira. Dus sowieso is elk gevecht voor hem belangrijk. Iedereen die tegen hem gaat, wil kampioen worden. Dus jij moet ervan uitgaan dat ze wat jij hebt, dat willen ze. Dus there's no room for error, kan je zeggen. Je moet altijd goed voorbereid zijn. Dus elk gevecht van een wereldkampioen is heel belangrijk.